Ik ben vandaag te gast bij Ride Management van de Manpower Groep in Brussel. voor de eerste editie van de Ride Career HR Detox. Ik mag in gesprek gaan met Vincent Delbare, HR Business Partner Lead bij Euroclear. We gaan het hebben over career management en over de meerwaarde en het belang van interne mobiliteit op een krappe arbeidsmarkt. Deze podcast wordt opgenomen samen met een publiek van 20 HR professionals. Welkom. Welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Dag uh, Dag Vincent. Jij bent HR Business Partner Lead bij Euroclear, in België goed voor 3000 medewerkers ongeveer. En Euroclear is een onmisbare schakel in de wereldwijde effectenhandel, een beetje de boekhouder van de beurs, zou ik het durven noemen. Euroclear ziet er eigenlijk op toe dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen, terwijl dat de verkopers van die effecten op die manier zeker zijn dat ze hun centen gaan krijgen. Wat moeten we zoal weten om het gesprek op te starten over Euroclear als bedrijf? Ja, dat klopt, Leslie. Euroclear is een financieel marktinfrastructuurbedrijf. We zijn gevestigd met het hoofdkantoor inderdaad in Brussel. En we werken binnen de Euroclear groep met 5000 medewerkers, waarvan 3000 binnen onze hoofdkantoor in Brussel. En we zijn een financieel marktinfrastructuurbedrijf zijnde dat we alle financiële transacties gaan behandelen, namelijk clearing en settlement binnen dat de financiële markten. En vandaar zien we dat een ja, specifiek bedrijf binnen, zowel België, maar ook op Europees niveau. Uh, wat je nog moet inderdaad weten is van we hebben uh, met onze 5000 personeelsleden een gender balance 50-50 mm -hmm. op vlak van man-vrouw. Um, en inderdaad, uh, onze CEO is Lieve Mostré. En die is genomineerd voor Manager van het Jaar. Mm -hmm. En dat gaan we heel binnenkort uh, weten. Binnen, of dat zij die oorten uh, naar huis mag nemen. Nu, je werkt ondertussen al 17 jaar bij Euroclear. Heel veel bagage, ook internationale ervaring. Um, maar nu, sinds vorig jaar in 2022, hebben jullie een nieuwe people-strategie uitgerold bij Euroclear. En die is gebaseerd op jullie nieuwe business-strategie. Met vier pijlers. Ik denk dat het zinvol is om daar uh, even bij stil te staan. Om even stil te staan, klopt. Um, vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe businessstrategie. En daar hebben we een People-strategie aan gekoppeld, uh, die wereldwijd geïmplementeerd zou worden binnen een dat periode van drie, vier, vijf jaar. Uh, we werken met een aantal pijlers. Het eerste is voornamelijk om te kunnen focussen op mobiliseren binnen de organisatie. Namelijk alle layers van de organisatie meebetrekken in onze strategie, de vertaalslag maken, wat dat betekent voor de verschillende business units, voor de verschillende people managers, de business unit managers, maar ook voor elke medewerker binnen het bedrijf. Het tweede punt is uh, uitbouwen van een sterk leiderschapsteam. Mm -hmm. uh, en met leadership of leiderschap, dan bedoelen we inderdaad uh, alle leiders binnen uh, Euroclear waar we inderdaad kunnen nakijken van wat zijn in dat een aantal capaciteiten die we nodig hebben om tot een succesvolle implementatie te uh, komen van onze businessstrategie. Een derde punt zijn de skills, mm -hmm. um, waaraan we inderdaad stilstaan in de organisatie, een momentopname nemen om te kunnen nakijken van wat zijn de skills die we al beschikken over uh, de verschillende departementen, businessunits heen, verschillende entiteiten, verschillende locaties. Uh, wat zijn de gaps die we momenteel erkennen? Uh, en wat zijn inderdaad de toekomstige skills? Mm -hmm. Wat zijn de skills for the future? Waar kunnen we inderdaad op inzetten uh, naar de toekomst toe? En op die manier dat we ook een overzicht krijgen van transversale skills competenties uh, voor de toekomst. Een vierde punt, uh, heel belangrijk is ook cultuur. Mm -hmm. uh, we moeten inderdaad uh, kijken dat we een cultuurtransformatie kunnen uh, bevestigen. Namelijk nakijken tussen wat is inderdaad de cultuur van vandaag, wat zijn de bouwstenen, wat kunnen we inderdaad behouden, wat zijn de sterke punten, wat zijn een aantal zaken die we inderdaad kunnen focussen naar de toekomst toe. Uh, en daarvoor hebben we een cultuurkompas opgebouwd. Een cultuur-GPS die in feite richting heeft voor elke medewerker, voor elke collega binnen het bedrijf, om naar de toekomst toe uh, te na te kijken waar dat er inderdaad moet op ingezet worden. Hmm. En nog twee zaken om toe te voegen... Ten eerste is alles omtrent de performance mindset. Uh, en dat is ook gelinkt aan de cultuur. Waar we inderdaad zeggen van. We willen ook een performante organisatie worden: een performant bedrijf. Dat betekent dat we ook kunnen nakijken naar alle doelstellingen op kwartaalbasis, ook op jaarbasis. Maar we voorzien ook van continue feedbackmomenten. En dan een laatste punt is. Uh, onze rol binnen uh, Euroclear naar de maatschappij toe. Mm -hmm. um, wat is inderdaad dat sociale impact die we willen hebben naar de lokale communities toe? Wat is de impact die we willen hebben op vlak van ESG? Dus dat zijn de zes spelers. Ja. Dus mobiliseren, uh, alles omtrent leadership, um, skills, cultuur, performance en dan sociale impact. Oké, okay, dat is een zeer ambitieuze people-strategie en agenda. Dus in 2026. Hebben we opnieuw een gesprek om te kijken in welke mate dan we, Maar we gaan, we gaan elkaar waarschijnlijk wel al wat, wat, wat sneller zien. Hè. Um, we gaan de verschillende aspecten ook nog in, uh, in deze podcast uh, behandelen. Maar we gaan zeker eerst inzoomen op uh, career management en uh, interne mobiliteit. Een beetje uh, de insteek, talentontwikkeling. Um, natuurlijk zitten mensen zelf uh, achter het stuur van een loopbaan. Het is de bedoeling dat ze zelf architect zijn van hun loopbaan. Um, als je nu kijkt naar Euroclear, hoe ondersteunen jullie medewerkers in, in het algemeen en vooral. Ja, is het dan makkelijk om iedereen mee te krijgen? Is iedereen daartoe in dezelfde mate gemotiveerd? Ja, een hele goede vraag. Um, voornamelijk binnen Euroclear hebben we inderdaad het besef dat zowel leren, opleiding, uh, alles van ontwikkeling uh, onnoemelijk belangrijk is voor een loopbaan van iedereen, van elke medewerker. En vandaar dat we ook zeggen als werkgever, wij zorgen voor de professionele omkadering. Wat zijn inderdaad de medewerkers die in feite de spelers zijn in het veld, in het werkveld, om inderdaad te zien van wat zijn inderdaad mijn skills en wat wil ik inderdaad doen naar de toekomst toe. Uh, enkele voorbeelden van hoe nou wij dat aanpakken. Op individueel niveau, uh, het principe is van elke medewerker, elke collega is CEO van zijn of haar loopbaan. En dat betekent dat we binnen Euroclear ook inderdaad alle mogelijkheden geven om kennis te maken, een soort assessment te doen: van wat zijn uw sterke punten, wat zijn uw sterke skills, wat is inderdaad uw ervaring. Wat heeft uw energie, wat neemt de energie weg van u? En wat betekent dan naar de toekomst toe? Waar zou je dat willen op inzetten? Dat is het eerste. Ook inderdaad, als we nakijken op business unit niveau, op organisatieniveau, dan gaan we daar ook kijken loopbaangesprekken, career discussions voorzien tussen de people manager en het individu. Daarvoor hebben we inderdaad een bepaalde people agenda dat regelmatig op geregelde tijdstippen aan bod komt, om dan ook te kunnen nakijken van wat betekent inderdaad uh, bepaalde doelstellingen op vlak van business unit, maar wat is uw bijdrage, persoonlijke titel naar inderdaad die business unit uh, doelstellingen en waar kan je bijdragen naar in feite het grotere geheel van Euroclear? Mm. Uh, die loopbaangesprekken kunnen uitmonden in een individueel uh, persoonlijk ontwikkelingsplan. Maar daarnaast kan het ook zijn dat er een nieuwe functie opgenomen wordt um, in een ander businessdomein. Wat zou ook inderdaad een nieuwe functie kunnen zijn met hogere verantwoordelijkheden. Uh, op company niveau werken we ook met leiderschapsprogramma's. Uh, en daar hebben we er twee. Uh, de eerste is voornamelijk voor leaders for the future. Dus we willen inderdaad ook intern een talentpipeline opzetten hmm. voor interne leiders. Uh, we kiezen, uh, we identificeren op jaarbasis 30 personen uh, die inderdaad uh, beschikken over groeipotentieel, over talent. En zij mogen inderdaad een individueel programma volgen die opgezet wordt door Euroclear. En het uiteindelijke doel daarvan is inderdaad breder inzicht krijgen op vlak van strategie, financiële planning... Risbeheer, maar daarnaast ook in feite uit hun comfortzone treden. Mm -hmm. En het uiteindelijke resultaat of doelstelling is om inderdaad een nieuwe functie, een nieuwe job op te nemen na het einde van het programma, na twaalf maanden in een andere business unit. Oké. Okay. Daarnaast hebben we voor alle leiders op vlak van de nieuwe businessstrategie, dat nou, we zullen nakijken in 2024, om een leiderschapsprogramma op te zetten die gefocust is op onze um, kenmerken van de businessstrategie, maar die ook focust op een aantal nieuwe skills die van belang zijn voor de toekomst. Uh, digital saviness is daar een van, maar ook transformation change capability. Uh, en een laatste is in dat ook openstaan, leren hier eens en mm -hmm. curieus zijn. Yeah. Curiosity is heel belangrijk. Nieuwsgierigheid um, nu, interne mobiliteit wordt, uh, wordt bij u sterk hè, gestimuleerd. En jullie hebben ook als mensen dan loopbaanwendingen nemen, um, het zij intern, het zij extern, maar bijvoorbeeld ook bij reïntegratie. Um, daarvoor zetten jullie uh, career en stress coaches in bij, bij Euroclear. Um, misschien dat je daar een stukje kan, kan over vertellen hoe dat, dat dan loopt en misschien ja, ook. Ik kan me inbeelden dat er hier en daar wel wat weerstand is. Wendingen moeten uit onze comfortzone gaan, maar ook leidinggevenden die mensen zien vertrekken uit hun team. Wat, wat wil je daar graag over, uh, over delen? Wat well, ik kan inderdaad uh, meegeven, of inderdaad uh, share, is van: inderdaad, we zetten sterk in op interne mobiliteit. En voornamelijk hebben we uh, een management-approach, Total Talent Management-approach, mm -hmm. waar we nakijken om in alle skills, alle interne talenten te gaan uh, benoemen, maar ook in dat een, een na, na te kijken en te analyseren op vlak van wat zijn de mogelijkheden die we hebben binnen een bedrijf. In bepaalde gevallen heeft inderdaad een werknemer een heel duidelijk beeld over wat het loopbaanpad is en wat de volgende stap is. In bepaalde andere gevallen moeten we inderdaad ook wat support aanleveren. Mm -hmm. uh, daarvoor voorzien wij uh, zes ge in een gecertificeerde carrière- en stresscoaches. Dat zijn in feite mm, collega's die loopbaancoaches zijn, die onderdeel uitmaken van de People and Communications Division mm -hmm. en die effectief ingezet worden in bepaalde situaties. Uh, een van de situaties kan zijn dat er een loopbaangesprek gebeurd is tussen de people manager en de employee, de individuele medewerker, maar dat er inderdaad geen uiteindelijk resultaat is en dat er nog een verdieping moet gebeuren. Mm -hmm. uh, een tweede mogelijkheid is dat bijvoorbeeld de job die de persoon uh, doet momenteel niet meer de nodige energie geeft en dat hij of zij zou willen nakijken van uh, waar kan ik inderdaad terecht binnen de organisatie. Uh, een derde mogelijkheid is um, omwille van uh, reïntegratie, mensen die langdurig afwezig zijn, die worden inderdaad ook opgevolgd door onze carrièrecoaches eh, om inderdaad een reintegratieproject te gaan vergemakkelijken. Te gaan inderdaad zachte landen in de huidige job of inderdaad in een nieuwe job. En dan daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld stress en live coaching. Mm -hmm. Mensen die het inderdaad moeilijk hebben, ofwel privé ofwel professioneel. Dan gaan we die inderdaad ook ondersteunen op het vlak van um, een traject om te kunnen kijken van. Hoe kunnen we u helpen? Hoe kunnen we u supporteren naar in dat specifieke job toe? Ja. Um, als we nakijken in 2023, zijn er momenteel 450 mensen die een nieuwe job opgenomen hebben. Van, die intern, 3000. van ja. de 3000. Van de 3000. Dus dat is in dat, we zijn daar heel trots op. Ja. Um, ongeveer 20% um, komt uh, op basis ook van de support van onze carrière- en interne coaches. Um, en het grote punt daar is dat die... Uh, carrière en interne coaches uh, zijn voornamelijk gefocust op hun onafhankelijkheid, mm -hmm. uh, op hun confidentialiteit. Want zij stellen het profiel voor naar onze recruteerders, naar onze uh, collega's binnen de uh, recrutering en selectiedienst, en zij gaan dan ook in dat nakijken met die collega's uh, aan de slag om in dat de selectieprocedure te volgen. Mm -hmm. Het is niet zo dat er in dat een één-op-één relatie is tussen van dat is inderdaad uw coach, en we zetten u onmiddellijk in een nieuwe job. Nee, er wordt nagekeken van wat zijn de mogelijkheden. En op basis daarvan wordt er ook nagekeken van um, wat zijn in dat een aantal elementen dat je kan meenemen. Wat zijn een aantal elementen die u energie geven? Wat zijn een aantal elementen die u blokkeren? Mm -hmm. En op basis daarvan wordt er gewerkt in. Ja, een traject, dat kan een maand, twee maanden, drie maanden zijn, soms vier, vijf maanden, om te komen tot resultaat. Ja. En het grote punt daar is dat we dat effectief gedaan hebben um, vanuit een principe van een business case. Ja. En die business case is gestart in 2013. Dus dat betekent tien jaar terug. We zijn al tien jaar bezig met die interne uh, carrière- en stresscoaches. Mm -hmm. En het grote punt daar was... Uh, dat het voor een stuk financieel gedreven was, uh, dat we inderdaad uh, een organisatie, een business unit gingen verplaatsen uh, en nieuw oprichten binnen Krakau. En dat mm -hmm. we tezelfde tijd ook inderdaad konden zien van een aantal mensen die nu een nieuwe wending konden geven aan gelopen, aan inderdaad hun job, een nieuwe job proberen te vinden binnen de organisatie in 2013. En dat is starten met vijf personen, dan tien personen, dan twintig personen. En zo zijn we stapsgewijs gegroeid. Ja, en dat was eigenlijk de oorsprong van wat er nu klopt. geïnstalleerd is als, als een klopt. vast onderdeel binnen jullie people-strategie. En dus bij, vooral bij loopbaanwendingen. Ik ga het zo ergens omschrijven. Uh, om, um, ja, niet alleen jullie CEO is uh, genomineerd. Jullie zijn recent ook genomineerd geweest met uh, jullie Career Continuity-programma uh, voor de Trends Impact Awards. Ik vraag me af, slapen jullie ooit op die HR-dienst? Want er wordt ongelooflijk veel gedaan. Maar kan je ons daar ook nog iets meer... Wat, wat, wat houdt dat dan in het Career Continuity-programma? Ja. Even <kwijden> verduidelijken. We, we spreken inderdaad van een Career Continuity-programma. En dat is inderdaad een heel specifiek programma. Ik ga de grote lijnen zetten en dan ook in dat meegeven wat dat in dat onze insteek is en waarom dat we het gedaan hebben. Um, het is inderdaad gestart twee jaar terug uh, dat we inderdaad de ervaring hadden. En uh, er zijn zowel positieve momenten, maar ook inderdaad minder positieve momenten binnen HR of binnen People and Communications. Wanneer uh, we inderdaad geconfronteerd waren met een aantal medewerkers die al tien jaar bij ons werkzaam waren of langer die met een zware ziekte. Mm -hmm. um, zware ziekte, dan bedoel ik een chronische ziekte of eventueel mm -hmm. een, ziekte, een zware ziekte die inderdaad een beperking heeft aan een aantal skills, competenties, waardoor je nooit meer 100% te volle zou kunnen werken. We hebben die insteek, dat vraagstuk inderdaad, opgenomen met een aantal collega's. En we hebben daarvoor een career continuity programma opgebouwd. Uh, wat betekent, is dat we ook met in dat onze carrièrecoaches gaan nakijken van wat zijn de mogelijkheden om die collega's, wij alle collega's die al 10 jaar 20 uh, jaar bij ons werkzaam zijn, om die terug te reintegreren binnen Euroclear. Op zich, niks nieuws. Uh, het verschil zit hem voornamelijk. Dat er inderdaad, langs de ene kant uh, werken we met een multidisciplinair team, zijn er een aantal mensen en collega's binnen HR, maar ook inderdaad uh, naar de preventiedienst en met inderdaad onze arbeidsgeneesheer om te zien van, wat zijn de mogelijkheden die inderdaad de mensen nog hebben? En de insteek bij ons is van, elk talent telt. Mm -hmm. Iedereen hoort erbij. Dat is het eerste principe. Het tweede principe is van, uh, we gaan nakijken van wat in dat een aantal skills, competenties zijn die we nog kunnen gebruiken. Die we inderdaad uh, willen gebruiken naar de toekomst toe. En daarin dat werk voorzien. Dus met andere woorden, werkbaar werk. Maar tegelijkertijd tijd ook kunnen zien dat de persoon nog altijd een rol te spelen heeft binnen zijn of haar team. Mm -hmm. Sommige beperkingen zijn niet zichtbaar. Dus dan moeten we dat ook inderdaad. Als het met goedkeuring is van de persoon in kwestie, kenbaar maken binnen het team. Wat we daarvoor voorzien is support naar de people manager. Uh, people manager krijgt inderdaad een soort training, opleiding om te kunnen zien van hoe kan ik omgaan uh, met dergelijke situaties. Maar ook inderdaad de collega's. Hoe kunnen we omgaan inderdaad, met onze uh, collega die terugkomt inderdaad in een bepaalde situatie, maar met bepaalde beperkingen of bepaalde speciale omstandigheden. Wat wij voorzien, is dat de productiviteit, wanneer er uh, iemand uh, terugkomt, gereïntegreerd wordt met een beperking, dan daalt de productiviteit in het team. Mm -hmm. Wij hebben ervoor gezorgd dat het team daarvoor terug, ofwel 50 tot 60 procent, een FTE terugkrijgt, om dat te kunnen waarmaken. Okay. En dat is met de volle steun van onze groep CFO. Dus dat betekent dat we inderdaad dezelfde tijd werkstelling voorzien voor de persoon in kwestie, maar tezelfde tijd we ook inderdaad nakijken naar het team toe om de ja. productiviteit te kunnen garanderen En om de werkdruk voor hen niet en te En de werkdruk te verlagen. Ja. Ja. Waardoor dat er inderdaad terug een positief engagement is binnen het team. Uh, naar de persoon toe is er ook een, een vorm van belonging. Mm -hmm. Om te zeggen, ik hoor er terug bij. Uh, en dan een, een derde punt is ook binnen het bedrijf, maar ook naar de maatschappij toe: laten wij inderdaad een aantal kosten op ons nemen en niet doorsturen naar de maatschappij. Ja, knap. En jullie hebben die wacht niet gewonnen. Nee. <laughs> nee, moet... maar er waren in dat verschillende. Er waren nog mooie uh, er cases. Er waren inderdaad <laughs> nog andere cases. Uh, maar we zijn heel trots dat we dat kunnen Absolut, doen binnen ja. ons bedrijf. Ja, zeker. Heel mooi. Nu, als we spreken over um, loopbaanmobiliteit en intern bewegen. Ja, dan gaat dat sowieso gepaard met opleidingen. Dan hebben we het over upskilling, reskilling. Um, ja, en als je beweegt, heb je natuurlijk wel een doel en richting nodig. uit je businessstrategie. Dus eigenlijk is het aan elke organisatie om heel goed te weten waar wil je naartoe toe. Waar gaan we naartoe? Welke skills hebben we daarvoor nodig? In welke mate zitten die skills al in onze mensen vervat, om het zo te zeggen? Waar gaan we moeten bijspijkeren? Waar gaan we moeten veranderen? Het is een oefening die, die, die elk bedrijf moet, moet maken. Hè? Skills is ook een van jullie pijlers, hè? heb je in het begin geschetst. Hoe zijn jullie daar dan mee aan de slag gegaan? Hoe begin je aan zo'n oefening? Het is een hele grote oefening en het bestaat inderdaad uit verschillende componenten. Het eerste punt dat wij inderdaad mee starten is van... Uh, globale oefening maken binnen het Hans bedrijf vanuit EuroClear Groep om aan te geven van wat zijn de skills die we al in huis hebben. Kunnen we dat in kaart brengen? Uh, en dat betekent inderdaad zowel technische kennis, maar inderdaad ook uh, bepaalde soft skills, maar ook inderdaad bepaalde transversale skills. Als we nakijken naar onze business strategie, waar willen we naartoe gaan binnen de komende vijf jaar, had ik inderdaad al aangegeven dat bijvoorbeeld digital savviness maar ook um, change, transformatie, mm -hmm. uh, partnermanagement aan bod komt. Maar ook bijvoorbeeld alles omtrent data en ESG. En dat willen we inderdaad eerst in kaart brengen. Nu, hoe doen we dat? Uh, we hebben inderdaad een project uh, opgestart in 2023, begin van dit jaar om een soort overzicht te maken via strategische workforce planning van mm -hmm. wat zijn inderdaad de skills die we momenteel hebben en wat zijn inderdaad de skills naar de toekomst toe. Um, nu, als we kijken naar de toekomst, is dat voor de komende drie tot vijf jaar. En het eerste startpunt is inderdaad om te zien van wat is de workforce die we momenteel hebben, mm -hmm. waar willen we naartoe binnen 2024, binnen 2025. Wat betekent dat als we nakijken naar... Uh, onze locaties toe, wat betekent dat naar onze functies toe. En vanuit die functies gaan we uh, dieper ingraven en analyseren naar bepaalde skills. Mm -hmm. En op basis daarvan krijg je dan inderdaad een beeld van: we hebben een aantal functies die we effectief al uitoefenen. We hebben een aantal functies die we voorzien voor de toekomst. Maar die skills tussen inderdaad wat we vandaag hebben en wat we nodig hebben voor de toekomst zijn er bijvoorbeeld nog niet. En dan kunnen we nakijken: gaan we die intern kunnen opleiden, gaan we die inderdaad moeten aanwerven via de externe markt of gaan we inderdaad eventueel upskilling kunnen doen. Ja. En dat is een oefening die inderdaad voor 2024 ja. voorzien wordt. En begint je dan met één business unit? Of dan ben je, begint begint je inderdaad niet, ja. stapswijs. Ja. Dan doe je dat niet onmiddellijk inderdaad, voor de 5.000 uh, personeelsleden, maar ga je inderdaad nakijken waar kan je onmiddellijk vat krijgen uh, en een duidelijk zegt een helikopter-overview binnen uw business unit, die bijvoorbeeld verschillende landen omvat, maar waar je dat kan vastpakken, die je ja. inderdaad kan zien. En zo hebben we dat gedaan in Q1 en Q2 ja. van dit jaar. En uh, Q3, Q4 zijn we bezig met een aantal andere business ja. units. En zo gaat eigenlijk ja, de bal aan het, het aan het en zo zijn we vertrokken. Ja, want de meeste organisaties zien zich daar gewoon. Geen beginnen aan. Hè. Je maakt een foto, Je gaat een foto waar je naartoe wilt. En <laughs> hoe geraken we van het ene naar het andere? Hè? Maar dus stuk per stuk um, en successen delen, veronderstel ik. Absoluut. Um, maar ook delen wat minder uh, goed gaat. Want uh, dan uh, heb ik mij toch vrij recent laten challengen door uh, Peggy de Prins. Dat we um, in HR heel goed zijn in het brengen van hoe goed we zijn in een aantal practices. Maar dat we misschien iets makkelijker zwijgen over wat niet goed gaat. Dus ik ga de vraag ook aan u stellen, Vincent. J jullie doen heel veel. Uh, ik hoor heel veel fantastische verhalen. Ik ken jou ook al een tijdje en ik weet dat... Uh, er gebeurt ongelooflijk veel. Uh, er zijn heel veel initiatieven. Maar waar loopt het minder goed? Waar, waar, waar zitten die hurdles? Waar botsen jullie dan tegen? Als we inderdaad spreken van carriermanagement, interne mobiliteit, um, dan loopt niet alles in dat van lijn dakje. Het is niet inderdaad altijd 100%. Dus elke dag is uh, binnen uh, HR ook in dat anders. Um, het is altijd uh, het vinden van de juiste balans tussen organisatie as, en ook als mens. Um, en een aantal van de ervaringen die we soms zien is uh, bijvoorbeeld het weerstand van de leider. Mm -hmm. uh, in verband met carriermanagement en interne mobiliteit is dat inderdaad iets dat typisch voorkomt. Um, je identificeert de beste talenten. En om te kunnen groeien, dan zouden de beste talenten moeten uitstappen uit die specifieke teams of bepaalde business units. En in dat een nieuwe comfortzone instappen. Mm -hmm. uh, maar dat gebeurt niet altijd omwille willen we in dat van um, de weerstand van uh, bepaalde um, leiders. En vandaar dat wij een rol te spelen hebben vanuit HR om dat te kunnen stimuleren. Mm -hmm. Om in dat. Te, Um, aandacht te geven aan de talenten om die zich te kunnen ontwikkelen en ook te kunnen groeien. Een tweede punt is, als we nakijken naar intern talent, dan heb ik inderdaad ook bepaalde ervaringen dat interne talenten soms redelijk ongeduldig zijn om een nieuwe job op te Veel nemen. Veel te vlug. Goeie Veel ja. te vlug. Mm -hmm. uh, waardoor dat je inderdaad uh, overtuigd zijn dat ze eerst een bredere kennis, bredere ervaring zouden moeten opnemen, uh, vooraleer dat ze in dat een nieuwe verantwoordelijkheid opnemen. Mm -hmm. Um, en een derde punt is ook: um, als organisatie ben je ook afhankelijk van de externe marktfactoren. Yeah. Uh, en dat speelt inderdaad ook een grote rol. Dus dan moet je altijd zorgen dat je wendbaar bent, uh, zowel intern maar ook uh, extern. Uh, om daar in dat ofwel nieuw talent ofwel in dat intern talent uh, een bepaald project te laten doorlopen. Mm -hmm. Maar afhankelijk dan van uh, de marktfactoren heb je de mogelijkheid om dat te doen, ja of nee. Ja. Um, en de laatste punt is uh, dat er soms vanuit um, de, de lijn, de, de, de business, aangegeven wordt dat de lobaal gesprekken niet altijd continu gevoerd worden. Mm -hmm. uh, terwijl dat wij vanuit in dat een HR-perspectief aangeven van het is inderdaad een continu proces. Uh, dat betekent niet één of twee maal, maar dat je weet van wat er leeft in het hoofd van je interne talenten. Dat je duidelijk inderdaad bepaalde verwachtingen um, kan identificeren, maar tezelfde tijd ook uh, kan inspelen op uh, wat er gebeurt binnen de organisatie en daarin dat nieuwe mogelijkheden mm -hmm. ontdekt. Ja, en wat maakt dan dat ze dat volgens jou te weinig doen? Is dat vooral een gebrek aan tijd of, of omdat ze zich daar niet comfortabel genoeg bij, bij voelen? Of? Ik denk dat het de een combinatie is van factoren. In sommige gevallen kan het zijn dat omwille van tijd, uh, afhankelijk van ook um, is de organisatie matuur, um, mm -hmm. is in dat. Uh, is de nieuwe organisatie die zich in feite aan het ontwikkelen is, um, is de nieuwe business unit. Uh, een andere mogelijkheid is ook um, dat een aantal mm, ja, leiders effectief uh, wel tijd voor maken, uh, maar dat er inderdaad vanuit de opvolging dan inderdaad uh, mm. niet altijd secuur te werk gaat, ja. uh, waardoor dat er inderdaad uh, een uh, review zou moeten gebeuren samen met uh, ofwel HR, ofwel in dat. Uh, met 1 plus 2. Mm -hmm. Oké. Okay. Nu we hebben we het uh, heel erg gehad over uh, wat onze medewerkers allemaal moeten kunnen en leren en ze moeten bewegen en aan het stuur van hun loopbaan zitten. Maar hoe zit het dan met HR? Uh, als HR-professional, de druk wordt ook opgevoerd. Uh, het belang van een HR-rol, een HR-team, een HR-functie wordt effectief steeds maar groot. We moeten veel meer doen met veel minder middelen. Uh, maar ook... Ja, HR-professionals zullen hun competenties en hun skills moeten gaan bijschaven. Hè. Um, en um, ik laat mezelf inspireren, ik weet dat jij je ook door uh, Josh Burston laat inspireren, door zijn vijf-stack-model, eh, um, waarin het is echt, eh, er zijn een aantal skills die gestapeld eh, moeten worden naast je traditionele body of knowledge. Ja, moet je eigenlijk ook consulting en problem-solving skills hebben, business acumen, je moet weten hoe dat je bedrijf functioneert, en elkaar uh, zit. Zeer doorgedreven kennis van HR-tech, want dat landschap boomt en helemaal bovenaan u kunnen inleven in uw leiding geven en dat, dat leiderschap. Welke skills, want ik weet dat je dat model ook um, hanteert en ook deelt, hè, want je geeft ook lessen aan, aan jonge HR-professionals. Um, maar als jij daar nu naar kijkt vanuit jouw eigen ervaring en context, welke skills heeft elke HR-professional vandaag extra nodig, ongeacht het soort bedrijf waar dat heel of ze in zit? Ik zal er een aantal opnoemen. Uh, vanuit mijn perspectief uh, zou ik in dat eerst starten van um, binnen HR, binnen de verschillende HR-domeinen, zou je daarin dat een hele goede kennis, uh, expertise moeten opbouwen binnen tenminste, volgens mij, twee domeinen. Mm -hmm. uh, dat kan een soft en een HR, hard HR-domein zijn. Uh, het kunnen twee soften zijn, maar wat we meestal zien is dat er soms maar één is en dan inderdaad onmiddellijk we willen een aantal mensen breed, inderdaad, de generalistische functie mm -hmm. opnemen. Um, ik ben eerder voorstander van bouw eerst, inderdaad, uw ervaring op binnen HR. Want er zijn verschillende domeinen, maar één hard HR, één soft HR. Mm -hmm. Dan heb je inderdaad je basis. Yeah. Het tweede is uh, alles wat te maken heeft met financiële inzicht. Mm -hmm. Financiële kennis, financiële inzicht, weten van wat dat betekent ten opzichte van. Um, HR, maar ook wat dat betekent naar bedrijf toe. Uh, voor mij een derde is de business context heel goed proberen ja. te snappen, heel goed proberen te ondersteunen um, van welke HR componenten hebben een bepaalde impact naar onze business strategie, welke HR domeinen zijn cruciaal voor de toekomst uh, en Inderdaad, ook een zicht krijgen op alles wat te maken heeft met de business, met de producten, met de services die uw bedrijf inderdaad aanbiedt. Een laatste punt voor mij naar soft skills toe, um, is leren zijn, had ik inderdaad al meegeven. Maar ook um, alles omtrent: um, stakeholder management, mm -hmm. transformatie, um, change management is inderdaad onderdeel voor mij van de HR leadership skills en laatste punt digital en mm. met digital dan maak ik de link dan naar it naar tech yeah. naar technieken naar methodologieën um, en dan kan je in dat de, de vraag stellen van moet ik alle tools kennen mijn antwoord is nee mm. maar je moet wel de denkpatronen kennen yeah. en yeah. dat is van groot belang dus als je in dat binnen een bepaalde industrie werkt um, dan uh, in het verleden had je inderdaad uh, bijvoorbeeld um, Lean en had je Six Sigma, nu heb je Agile. Dan moet je weten van waarover wordt er gesproken. Want mm -hmm. dan weet je inderdaad, in die bepaalde taal heb je bepaalde denkpatronen en bepaalde ook manier van werken. Dat is van belang. Ja, en, en hoe kan je die competentie of die skills dan verwerven? Je zegt stakeholder management, business acumen, maar ja, uiteindelijk heb je al veel werken als HR professional. Hoe ga je dat... Terwijl je aan het werken bent, hoe ga, hoe ga je die skills verwerven? Hoe, wat zijn daar tips? Hoe of hoe doe ik je het dat doe? zelf? Ja, ja? Hoe doe ik het zelf? <laughs> ik het, zelf? Um, het eerste punt is van vanuit een interne, vanuit je interne job, vanuit je werkervaring, daar nakijken van je um, oor te luisteren leggen, uh, nakijken van wie zijn een aantal key stakeholders binnen een bedrijf. En met de verschillende groepen uh, alles bespreekbaar maken, maar ook inderdaad luisteren. En met verschillende mm -hmm. groepen, dat betekent niet enkel alleen vanuit managementperspectief, niet alleen vanuit lijnmanagement, maar ook eventueel naar de jongere generatie toe. Um, en op die manier inderdaad een beeld proberen te vormen van wat zijn de verwachtingen uh, vanuit dat perspectief naar stakeholder management. Een tweede punt is effectief als je bedrijf opleidingen aanbiedt uh, met nieuwe methodologieën, nieuwe denkpatronen naar voren komt, om daarin dat niet de achterloper te zijn, maar mm -hmm. de voorloper. En dat om mee te stappen, om open minded te zijn en te kunnen meegaan, te kunnen meedenken en zien wat dat heeft en dat voor uw organisatie. Vanuit een extern perspectief uh, heb je in dat ook de mogelijkheid om bepaalde projecten. Te gaan doorlopen um, binnen uw bedrijf, maar dien dat eventueel ook best practices te gaan leren van andere collega bedrijven. Mm -hmm. uh, en daar leer je veel uit. Uh, op, uh, langs de ene kant als je opleiding volgt, maar als je inderdaad bepaalde projecten uh, doet, effectief uitoefent, onderdeel bent van een projectteam, mm -hmm. dan kan je zien welke leerervaringen dat je opbouwt. Yeah. En, en zowel inderdaad. Uh, Nationaal als internationaal. En een laatste punt voor mij is uh, effectief ook zorgen dat je connectie houdt met je HR community, met je collega's, met je peers binnen de HR community, mm -hmm. omdat je dan weet van wat er leeft. Um, wanneer er inderdaad um, leeft binnen de verschillende industrieën en soms ook over het muurtje kijken. Yeah. Dat betekent voor mij niet enkel alleen kijken naar de financiële sector, maar naar alle sectoren binnen België, mm -hmm. eventueel ook dat binnen Europa, om te zien wanneer er inderdaad effectief yeah. uh, aan bod komt. Uh, kan gebruikt worden, of eventueel bepaalde tips die wij kunnen hanteren. Oké, okay, ik ben heel blij dat je die laatste hebt gezegd, want ik dacht, ik ga nu toch ook nog wel naar buiten gaan, hè? want je werkt heel veel skills aan het opzetten, ik denk uh, door met peers, gelijk dat je zegt, binnen jaar te praten, ga je ook voor heel veel problemen dat je zelf uh, mee geconfronteerd zit, ga je ook al een aanzet tot een oplossing vinden, uh, en zeker ook in andere industrieën dan de industrie waar je dan zelf uh, aan de slag bent. Ik, um, ik zou willen afsluiten, uh, Vincent, met een, um, een, een, laat ons zeggen, een uur Ultieme tip, of het mogen er drie zijn of, of een paar zijn. Een ultieme tip die je graag aan de luisteraars, aan de kijkers en de mensen hier in het publiek wil meegeven als het gaat over career management, als het gaat over loopbaan, mobiliteit en misschien zelfs over HR-toekomst bij uitbreiding. Als uh, HR-professional dan geef ik telkens alle een tip mee, maar vanuit drie verschillende invalshoeken. Mm -hmm. Vanuit individueel oogpunt uh, voor uzelf. Um, zou je inderdaad moeten zorgen dat je in dat leergierig blijft, dat je in dat kan blijven leren, maar met de doelstelling om relevant te blijven voor de interne, maar ook de externe arbeidsmarkt. Mm -hmm. uh, wat juist betekent, is dat je ook hetzelfde principe kan toepassen voor je medewerkers. Uh, binnen een organisatie van 3000, uh, zelfs binnen inderdaad, bijvoorbeeld een KMO. Uh, werk je inderdaad in de industrie of werk in dienstverlening, dan is voor mij van groot belang dat je effectief een aantal stimuli kan meegeven naar je medewerkers om te blijven leren, te blijven opleiden, maar ook in dat proberen te achterhalen wat hun energie geeft, wat mm -hmm. is hun passie. Uh, wat zijn een aantal blocking factors? Wat zijn een aantal zaken die van belang zijn? En dat proberen inderdaad duidelijk te maken. Dat kan via de line manager, dat kan eventueel via interne carrièrecoaches, maar het kan ook inderdaad van u komen als HR professional. Een tweede punt is op teamniveau: um, is om eventueel zelf de toetsing te doen binnen uw team en een aantal uh, HR-collega's te identificeren. Die bepaalde specifieke skills, talenten hebben en die te laten doorgroeien. Dus in feite vleugels te geven. Vleugels mm -hmm. te geven in dat om een nieuw project op te starten. Vleugels geven in dat om nieuwe ontdekkingen te doen buiten hun comfortzone. Uh, en zorg dat je in dat één of twee voorbeelden hebt en dat zal zijn verspreiden binnen in yeah. feite zowel de organisatie. En dan op uh, organisatieniveau. Um, het grote punt daar is dat je een aantal principes nodig hebt op organisatie om een soort movement te creëren. Mm -hmm. uh, movement binnen de organisatie, dat kan je doen door in dat een groep uh, te identificeren die iets nieuws gaan doen. Um, dat kan inderdaad een groep zijn van talenten, interne talenten, die inderdaad iets nieuws mogen ontwikkelen, een nieuw product, een nieuwe service, uh, wat dan ook. En die inderdaad ook dezelfde tijd de marketing zullen doen binnen de organisatie om dat kenbaar te maken. Mm -hmm. Dat heeft inderdaad wat, um, ook hetzelfde met die vleugels. Dat heeft inderdaad een boost binnen de organisatie, dat heeft inderdaad een nieuwe elan. En daar leer je inderdaad enorm veel uit, zowel vanuit die bepaalde groep, maar ook inderdaad als HR professional, van hoe nou je dat kan inderdaad stimuleren. Yeah. Um, en het laatste punt is dan um, als je de oefening maakt, telkens gaan nakijken vanuit vier uh, belangrijke elementen, namelijk het eerste is wat is het financiële plaatje mm -hmm. voor carrière en interne mobiliteit te doen? Het tweede is van wat omtrent commercial en alles omtrent onze klanten? Komt dat onze klanten te goede? Mm -hmm. Gaat de uh, klant ja er beter nee? van worden? Absoluut, zowel intern <laughs> ja. als extern. Mm -hmm. Een derde punt is ook vanuit IT: wat zijn de tools die we hebben om dat inderdaad te kunnen waarmaken? Hebben we die, hebben we die niet? Kunnen we investeren of niet investeren? En dan laatste punt is vanuit een people-perspectief om te kunnen zien wat is de bijdrage die we leveren aan de organisatie, maar ook aan onze people-strategie. Ja, heel mooi eigenlijk samengevat. En het toont hoe belangrijk het is om over het muurtje te kijken en met andere diensten in je organisatie af te stemmen. Een heel boeiend gesprek, Vincent. Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Ik wil je er ook heel erg hartelijk voor bedanken. Merci. Dank je wel.